Vandaag vertel ik u wat over de naaldbomen. Hier zie je een mooie Cedrus cloaca pendula, die uit zichzelf in een compleet ronde vorm groeit. Hier hoef je bijna niks aan te snoeien en groeit mooi over de bijvoorbeeld vijver of over de zon om een gezellige plek te creëren in je tuin. Je hebt ook andere soorten naaldennen die omhoog opgaande groei hebben. Daar moet je op zich wat meer mee snoeien dan deze cloaca soorten. Heeft u nog vragen over deze pendula of cloaca soort, dan hoor ik het graag en dan beantwoord ik ze graag via de site of via Facebook.